Bij het bepalen van je aanvraag voor het Nationaal Groeifonds wordt kritisch gekeken naar de onderbouwing van het duurzaam verdienvermogen. Hoe bepaal je dat duurzaam verdienvermogen en welke stappen mag je daarbij niet overslaan? Dat gaan we je uitleggen in deze video. En dat ga ik bespreken met Ingrid en Niels van het Nationaal Groeifonds. Fijn dat jullie er zijn. Laten we even beginnen bij het duurzaam verdienvermogen, Niels. Wat is dat precies? Ja, als we het over duurzaam verdienvermogen hebben, dan hebben we het eigenlijk over het BBP, het Bruto Binnenlands Product. En de manier waarop Nederland dat op de lange termijn op structurele basis kan genereren, met oog voor maatschappelijke doelstellingen. Mm. Dus het is belangrijk om te beseffen dat het niet alleen over economische groei gaat. Het is geen doel op zich, maar het is een middel om maatschappelijke doelstellingen te bereiken en ook brede welvaart te bevorderen eigenlijk. Ja. En waarom is het zo belangrijk, Ingrid? Met het Groeifonds investeren we in de economie van morgen. We staan als land voor enorme transitieopgaven. En om die het hoofd te kunnen bieden is er innovatie en is er ook kennis nodig. En voor innovatie geldt ook wel vaak dat dit risicovol is en dat dus de markt dat nog niet volledig zelfstandig kan oppakken. Dus dat er ook publiek geld nodig is om zeg maar die private kant mee te trekken. Misschien belangrijk daarbij ook te vermelden, Niels noemde het al even, structureel. Het dient echt een structureel effect te hebben. Dus je kan het Groeifonds ook wel zien als tijdelijk vliegwiel om eigenlijk die hoogwaardige banen te creëren. Dus denk aan nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe waardeketens. En het andere wat goed is om te benadrukken is dat we met het Groeifonds investeren in brede ecosystemen. Dus niet om zeg maar één bedrijf vooruit te helpen. Het zijn publieke investeringen, dus in een aanvraag moet ook duidelijk naar voren komen dat die breed renderen. Het is natuurlijk de vraag hoe je dat verdienvermogen van je plan bepaalt. Gelukkig is daar een hulpmiddel voor, de Theory of Change, de TOC. Wat houdt dat in? Ja, de TOC, ook wel de beleidstheorie genoemd. Het is eigenlijk een middel om op gestructureerde wijze de impact van je project of je programma inzichtelijk te maken. Je begint eigenlijk helemaal links van het plaatje. Je stopt bepaalde inputs in een project. In het geval van het Nationaal Groeifonds is dat subsidie, maar ook de cofinanciering die je meebrengt. En vervolgens ga je stap voor stap. Maak je inzichtelijk wat ermee gebeurt. Dus je gaat bepaalde activiteiten uitvoeren. En eigenlijk hoe meer je naar rechts opschuift, hoe meer je naar echt de impact toe redeneert. Hmm. En wat is er nou echt belangrijk bij die TOC om te onthouden? Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste de pijlen, die zijn echt wel cruciaal in de TOC. Dat zijn de causale verbanden. En die moeten dan ook heel goed onderbouwd worden in die TOC. Omdat die eigenlijk je effect, je veronderstelde effect aannemelijk moeten maken. Dus dat is een hele belangrijke. En ten tweede is het ook goed om te beseffen dat in zo'n TOC laat je de effecten zien ten opzichte van het nul-alternatief. En dat nul-alternatief is eigenlijk de situatie hoe die zich zou voordoen zonder de groeifondsinvestering. Hmm. Dus wellicht is het al een markt die van zichzelf heel erg groeit. Dat is mooi, maar dan kan je dat effect zeg maar niet toerekenen aan jouw interventie. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, Niels, is dan wat het toepassen van die TOC op je plan, wat dat ook eigenlijk oplevert. Ja, dat zijn eigenlijk ook twee dingen. Ten eerste helpt het indieners enorm om heel duidelijk, systematisch de impact van hun voorstel in kaart te brengen. Dus voor elke oorzaak-gevolgrelatie die zij zien, uit te leggen hoe dat tot impact gaat leiden. En daarbij helpt het ook meteen om te zien waar er eventueel gaten in de argumentatie zitten. Daarvoor is het wel belangrijk dat zo'n theory of change echt een integraal onderdeel is van de aanpak of van het voorstel en niet in de bijlagen verwerkt wordt. Echt als een soort van kapstok dient voor het hele voorstel en gewoon de eerste bij de strategische onderbouw. Moet een rode draad eigenlijk zijn. Precies. En het tweede, en dat is bij een eventuele toekenning, helpt het enorm bij de monitoring en evaluatie. Want je geeft heel duidelijk aan
wat je wil gaan doen en hoe dat eruit moet gaan zien. En nou ja, na toekenning kan je dat er naast leggen en zeggen, nou, dit hebben we inderdaad gedaan of dit is minder goed gelukt. We gaan je zo meteen ook laten zien hoe je nou concreet zo'n TOC toepast. Want misschien denk je, het blijft toch wel erg vaag. Zo meteen komt daar verandering in. Je kunt hem toepassen op de maatschappelijke effecten en op de economische effecten. Laten we beginnen met die maatschappelijke. Wat verstaan we daaronder? Ja, maatschappelijke effecten, dat is natuurlijk een ontzettend breed begrip. Daarom is het belangrijk om ook een gemeenschappelijk begrippenkader te hebben met elkaar. Dat hebben we in de handleiding opgenomen. Op onze website vinden. En daar hebben we eigenlijk 4 categorieën gedefinieerd. Namelijk milieueffecten, gezondheidseffecten, sociale effecten en veiligheidseffecten. En daar vallen dan weer allerlei sub-effecten onder. Wat vragen we dan in zo'n TOC ten aanzien van die maatschappelijke effecten? We vragen eigenlijk indieners om 2 positieve en 2 negatieve maatschappelijke effecten op te nemen. En ook die negatieve zijn wel belangrijk. Die krijgen vaak wat minder aandacht. Maar zijn ja, vaak toch wel een indirect gevolg van een project of een programma. Je kan denken aan een programma gericht op digitalisering kan als onbedoeld neveneffect hebben dat de energievraag enorm gaat toenemen. Dus goed om daar ook rekenschap van te geven en migratieplannen voor op te stellen. Hoe maak je nou die impact inzichtelijk? Wij vragen eigenlijk indieners om 4 elementen daarin mee te nemen. Namelijk de termijn dat het maatschappelijk effect zich voordoet. De plaats, is het heel lokaal of juist breed verspreid. En de kans en de impact. Precies, dus dat allemaal wat betreft de maatschappelijke effecten. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook de economische effecten. Voordat je daar dieper op ingaat, misschien goed om even uit te leggen waarom die economische effecten niet in termen van het BBP worden uitgedrukt. Want daar hebben jullie nadrukkelijk voor gekozen om dat niet te doen, hè? Ja. Waarom is dat? Ja, klopt. De BBP berekenen is heel erg moeilijk. En het kost indieners veel tijd, geld en energie. En daarnaast zijn er ook gewoon heel veel onzekerheden bij zo'n BBP-effectenberekening. En dan komt nog bovenop dat de impact van één specifiek voorstel op het totale BBP vrij beperkt is. Wat we dus wel vragen aan indieners is om de potentiële impact van hun voorstel op een andere manier inzichtelijk te maken. En ook de kans dat die potentiële impact behaald wordt. We hebben 3 manieren daarvoor geformuleerd om ervoor te zorgen dat je die potentiële impact inzichtelijk kan maken. De eerste is productiviteitsstijging als gevolg van nieuwe vaardigheden of nieuwe technologie, nieuwe procesverbeteringen. Tweede is verschuiving op de arbeidsmarkt. Dus dat mensen van banen met lagere toegevoegde waarde naar banen met hogere toegevoegde waarde gaan. En de derde is hogere arbeidsparticipatie als gevolg van het voorstel. Dus dat is bijvoorbeeld meer uren werken, maar ook mensen die nu nog geen baan hebben als gevolg van het voorstel wel gaan werken. Combinatie van deze 3 is mogelijk. En voor deze 3 heb je informatie nodig over de marktomvang en de productiviteitsstijging of in een bepaalde sector. Het is ook wel belangrijk om aan te geven, ik had het net over banen en werkloosheid. Het is niet zo dat het per definitie goed is dat een voorstel meer banen genereert. We zitten in een krappe arbeidsmarkt. Dus mensen die ergens in een nieuwe baan gaan, die hadden al een baan. Dus daar moet rekening mee gehouden worden. Dus dat is een belangrijke om die in ieder geval even te onderstrepen. Laat nou eens concreet zien hoe je die TOC invult, zeg maar, om die economische effecten te bepalen. Want daar heb je een concreet voorbeeld van. Ja, precies. Om een beetje feeling bij te krijgen. Stel dat je een groeifonds voorstel indient. Dat heeft als doel om de scheepvaart te verduurzamen. Nou, dan vraag je geld aan. Dat komt dan hier bij de input terecht. En met die input, met die middelen ga je onderzoek uitvoeren naar energie-efficiënte oplossingen, nieuwe aandrijflijnen, een nieuwe productiemethode. En daar komt dan nieuwe kennis uit voort. Dat zou dan input zijn. Dus dan kennis over die aandrijflijnen en nieuwe productieprocessen. Deze activiteiten en outputs,
Dat zijn activiteiten binnen het project. Die staan aan de linkerkant, zoals Ingrid net al aangaf. En dan aan de rechterkant de impact van je project op de samenleving en economie. Nou, stel dat je kunt beargumenteren dat de nieuwe productieprocessen, die aandrijflijnen, dat die substantieel beter zijn wat er nu op de markt is en dat het daarom overgenomen wordt door partijen of gebruikt wordt door partijen. Dus de mate van gebruik gaat omhoog. En als je kan beargumenteren dat die nieuwe productieprocessen goedkoper zijn, lagere productiekosten met zich meebrengen, dan kan je dus beargumenteren dat er sprake is van productiviteitsstijging. Want je doet hetzelfde met lagere kosten. En dan zou je daar aan kunnen verbinden dat dat effect heeft op de BBP. Ik zeg effect op de BBP, want wederom, daar vragen we niet naar die laatste berekening. Wat we echt naar vragen is dat indieners kwantitatieve argumentatie opleveren van die intermediate outcomes en outcomes. Ja. Welk, ja? Nou, misschien nog in aanvulling op jouw verhaal. Niels heeft net eigenlijk de economische redeneerlijn uitgelegd. Maar onderaan de TOC zie je ook de maatschappelijke effecten en daar de tussenstapjes in. Precies, dus voor beide kun je hem toepassen. En in dit voorbeeld zie je vooral de economische effecten, maar dat kan ook met de maatschappelijke effecten dus gedaan worden. Ja. Ja. Wat ik nog wilde vragen aan jou is, misschien zijn er ook nog wel andere hulpbronnen voorhanden waarmee je dat duurzaam verdienvermogen kunt bepalen of die je daar een handje bij helpen. Ja, klopt. Ja, op onze website hebben we heel veel informatie staan. Een van de dingen is de handreiking duurzaam verdienvermogen. Daar hebben we onder andere allerlei voorbeeld-TOC's in opgenomen die heel nuttig zijn om als basis ook te gebruiken voor een aanvraag. En daarnaast geeft het ook heel veel meer informatie van wat willen we nou precies zien in de onderbouwing. Ook organiseren we online vragenuurtjes over specifiek verdienvermogen. En tot slot hebben we de quickscan en de verplichte vooraanmelding, waar we ook echt gerichte feedback kunnen geven, ook over dat duurzaam verdienvermogen. Kijk, nou dat is veel informatie. Mocht je dat nou een keer willen teruglezen en nog meer willen lezen over dat duurzaam verdienvermogen en bijvoorbeeld over die TOC's, dan kun je terecht op onze website. Dankjewel voor de heldere uitleg. Heel veel succes met een mogelijke aanvraag bij het Nationaal Groeifonds en graag tot de volgende keer.